klinkt heel onschuldig in mijn oren. Hè? Je zit gewoon thuis, je gaat achter je computer zitten. Je boekt een kamer bij een privépersoon ergens in Amerika. En daar komen dan protesten tegen, Michiel. Waar protesteren ze precies tegen? Wat is er aan de hand? Nou, ze protesteren in Amerika een klein beetje een variant van waar we in Nederland tegen protesteren. In Nederland protesteren we tegen bijvoorbeeld overvol Amsterdam. Hè? Die rolkoffers, dat is een beetje de soundtrack van Amsterdam geworden. Mijn Amerikaanse vrouw die was hier in de zomer en ik vond het erg druk. Nou word ik een dagje ouder, dus ik ben een beetje aan zeurpieten. Maar ik vond het wel heel erg druk. Het is een beetje in de woorden van die directeur van het Rijksmuseum, vies, vol en vuig, geloof ik, in Amsterdam. Nou, en mijn vrouw zei, the soundtrack of Amsterdam has become those roll suitcases. Wat wil je nou, man? Je woont in Disneyland. New York. Dus, maar ik mag heel even klagen over mijn oude Amsterdam. Laat hem even klagen. Ja, nee, maar ik ken hem al 10 jaar. Ik kon al 10 jaar klagen. Dus. Ik als Ronnie Tober mag even, even klagen over Amsterdam. Maar in New York is het heus niet beter. En zeker niet in San Francisco. Want als je zeg maar het geklaag in Amsterdam over de bierfiets en de zuipende Britten, als je dat zeg maar vervangt naar of verplaatst naar San Francisco en de bierfiets wordt dan een Porsche Carrera en de zuipende Brit wordt dan een aanstormend internettalent dat die stad overspoelt, dat de woning het woningvolume onder druk zet, ja, dan heb je een variant van hetzelfde probleem, namelijk er is te weinig woonruimte, met name in de huurmarkt. En dan zeggen mensen in San Francisco en in de rest van Amerika, er is maar zoveel er zijn maar zoveel huurwoningen. En die worden dan ook nog ingenomen door Airbnb'ers die dat verhuren aan korte termijn feestende toeristen, bezoekers, en niet aan lange termijn bewoners. Dus dan komen Isa en Astrid Joze gaan naar San Francisco. Ja. Dan gaan ze in de kamer zitten waar eigenlijk jullie de beest uithangen. Jullie gaan naar de beest uithangen. Ja. De beest uithangen. Oftewel, daar wordt tegen geprotesteerd. Dat zagen we net in San Francisco. Maar er wordt ook gedemonstreerd bijvoorbeeld in New York. Robbing us of affordable housing. And we're here to say we will not tolerate the excuses Airbnb and other companies who say they are helpless. Helpless to stop this illegal activity. Dagelijks komen de foldertjes bij ons in de bus, waarbij wordt gezegd, zoals daar ook staat, dat je geld kan maken van je huis. Het gaat niet om overlast. Het gaat erom dat de toekomst bedreigd wordt van de Amsterdamse woningvoorraad. En ook al heb je daar niet direct overlast van, het is buitengewoon zorgelijk.